Een warm welkom op deze avond vanuit Lissabon, Portugal. Waar over enkele ogenblikken zal worden afgetrapt in het Estadio da Luz. Ik ben Siert de Vos en naast me zit mijn gewaardeerde collega Jeroen Guter, zoals gebruikelijk. En vandaag zitten we klaar voor een heenwedstrijd in de 8e finale van het toernooi. Dit is Benfica dat het opneemt tegen Bayern München. Ja, zie je, dat is altijd fijn, hè? Zo'n heerlijke wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League. Eerlijk gezegd zou ik mijn geld op Bayern München zetten. Dat lijkt me de meest logische partij om door te gaan naar de volgende ronde. Maar weet je, er kan een hoop gebeuren, hè, twee wedstrijden. Vandaag is de eerste. Naar mogelijkheden gezocht. Kan hij hiermee? Sommer redt half. Ja, en dan zit het er toch in. Ze hadden er wel een tweede inzet voor nodig, want de keeper was goed bezig. Bayern München trapt af. Kijk, tegen een achterstand aan. Choupo-Moting. En weer balbezit. Er komt een vrije trap voor Bayern München. Musiala. Deze paas kan hij pakken. Thomas Müller. Bal retour aan Thomas Müller. Goretzka. Hij heeft de gelijkmaker op de schoen. Oh, wat een wedstrijd is dit, zeg. Daarnet viel de goal nog aan de andere kant. Nou, hier is de gelijkmaker alweer. Hij is zo zelfverzekerd aan de bal. Hij besloot zijn man te omspelen en zie eens wat het oplevert. Ja, hij heeft een formidabele techniek. En dat laat hij zien ook. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Leon Goretzka. Goeie tackle en bal terug in bezit. Hij blijft richting doel marcheren met die bal. Hier kunnen ze voorkomen. En goed gered daar. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Een eenvoudige redding van die keeper op die koppel, ook niet? Ja, daar zou hij normaal gesproken zijn pet niet eens voor uitkomen. En daar heeft hij de bal veroverd. David Neres krijgt een doelkans. Rafa. Oh, wat een redding van Sommer. En het is nog winter. Hoekschop wordt voorgegeven. Leon Goretzka. En dat is João Cancelo. João Cancelo. Nu zouden ze best kunnen counteren. Bayern München laat de bal rustig van voet bis voet gaan. De schot wordt geblokt, toch? Ja, geblokt. Hij gaat over de lijn. Inworm. Bolten is hier bij Benfica. Thomas Müller. Naar Musiala. David Neres. Rafa. Goed verdedigd. Als ze willen, kunnen ze nu counteren. João Cancelo. Eric Choupo-Moting.
via Davies. Ja, uitgespeeld. Maar het is centimeter weer. Afgezien van iemands persoonlijke voorkeur, we kunnen het wel over eens zijn dat Bayern München de allergrootste, meest succesvolle club van Duitsland is. Ja, dat lijkt me duidelijk hoor. Ze zijn al zo vaak kampioen geweest en ook op Europees niveau hebben ze ontzettend veel gewonnen. Ja, mooi, die steekpas. Maar ze kunnen zichzelf niet belonen. Musiala. Daar is Kimmich. Bayern München mag gaan ingooien. Vroeg in de opbouw alweer de bal heroverd. Dit moet hem worden! Simpele bal voor Sommer. Joshua Kimmich. João Cancelo aan de bal. Voor de blessuretijd telt de VAR-official 1 minuut bij. En er wordt afgefloten. Daar fluit de scheidsrechter voor het begin van de tweede helft van deze heenwedstrijd van de achtste finale in de Champions League. Nou, kom erop met die tweede helft. Hij verslaat zijn tegenstander. Nee, die wordt alsnog afgestopt. Goed rugdekking gegeven daar door een collega. De blik naar voren en ja, misschien valt er iets te creëren. Net op tijd ertussen. Musiala. De bal nog altijd in bezit van Bayern München. Voordeel dus. Alfonso Davies. Er zijn mogelijkheden voor een counter. En dan Musiala. Gaan ze hier de leiding nemen? Natuurlijk kan het niet achteroverleunen. Rafa. Rafa hier. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Deze wordt geblokt. Deze paas wordt onderschept. Rafa. Schot is onderweg. Redding. De keeper doet er niet aan mee. Hij vindt dat hij genoeg heeft gescoord. Misschien de volgende wel weer. Nou, van uitstel komt nu even geen afstel. Want kijk, Sommer, gevaar is er niet geweken. Dat oogte gevaarlijk, maar ze hebben het opgelost. En dan trek je naar binnen. Deze tackle loopt goed af. De Ligt. Musiala nu. Thomas Müller. En dit is Leon Goretzka. Kimmich. Thomas Müller. Goretzka. Naar Musiala. Bal naar Cancelo. Thomas Müller aan de bal. Erik Choupo-Moting. En dan Musiala. Bal veroverd in de 16. Rafa. En misschien een counteraanval. Zag er goed uit hoor, die counter. Maar ze verliezen de bal. De Ligt. Choupo-Moting. Dat is Goretzka. Op weg naar het doel. Nu. De tackle op eigen helft loopt goed af. Bijgestaan door zijn teamgenoot. Maakt de beweging naar binnen.
een tackle die goed afloopt. Choupo-Moting. Vanaf die positie is een counter mogelijk. Bayern München kan vrij eenvoudig oprukken over de vleugel. En dan Davies. Thomas Müller aan de bal. Sterk verdedigd op de eigen helft met die tackle. De supporters hier proberen hun steentje bij te dragen en schreeuwen hun ploegen naar voren. Ja, alles is nog mogelijk bij deze stand. Al zullen ze wel snel moeten zijn, want er is niet veel tijd meer over. Musiala. Thomas Müller nu. En komt hier dan alsnog het doelpunt waarmee ze de wedstrijd winnen? Goretzka. Thomas Müller. Ja, hij zit. Zo gaan ze winnen. Goal. Laat in de wedstrijd. Toch nog die voorsprong. Ja, dit lijkt me de beslissing in de wedstrijd, Siert. Eens kijken hoe dat doelpunt tot stand kwam. Eerst natuurlijk die actie van Müller die zijn man voorbij gaat. Nou, en van die afstand weten we wat er gaat gebeuren als Thomas Müller aan de bal komt. Positioneel heel sterk en altijd cool in afronden. Dit zou wel eens de winnende kunnen zijn, want zo lang duurt het niet meer. Het zit er bijna op, maar ze gaan nog een keer op jacht naar de gelijkmaker. Leon Goretzka. Nog maar 2 minuten reguliere speeltijd. Davies. En dan Davies. Bayern München laat de bal rustig van voet bis voet gaan. En daar levert Benfica in. Nog steeds met de bal aan de voet. Nou jongen, maak het maar af. Als deze hoek zo bleef, dan is dus het wel beslist. Benfica gaat een wisselspeler inzetten. De Ligt met de bal. Einde duel. Met deze overwinning op zak wordt de returnwedstrijd.